Dag Hans. In naam van alle Sporting Lokeren en Temps supporters heet ik jou van harte welkom. Even voor alle duidelijkheid, het is hier wel een running gag geworden. Na de aanstelling van Urbijn Spanhoven. Jij hebt toch alle diploma's om trainer te zijn? Ja, ik heb alle diploma's. Dat is een van de belangrijkste zaken in onze onderhandelingen. Ja. Dat snap ik. Voor de mensen die jou misschien toch nog niet zouden kennen, wie is de man en vooral de ex-voetballer Hans Cornelis? Ik ben iemand los van het voetbal, ben ik een vrij rustig iemand. Maar ik denk als ik vroeger op een veld stond, was ik een heel andere persoon. Vooral als voetballer ben ik iets rustiger in geworden nu dat ik trainer ben. Ik probeer zo dicht mogelijk bij mijn spelers te staan met de juiste afstand. Ja. Omdat je toch beslissingen moet nemen. Dus ik kan niet te dicht bij je spelers staan. Maar ik denk dat ik alleen in het algemeen een heel goed contact heb met mijn spelers. En ik probeer dat met iedereen hetzelfde te doen eigenlijk. Ook met mijn staf. We zijn iets closer daarin. Maar naar supporters toe probeer ik heel toegankelijk te zijn. Omdat het toch wel belangrijk is. Ja, ja. Als speler heb je eigenlijk wel een mooie carrière achter de rug. Je hebt Club Brugge gespeeld, Racing Genk, Cercle Brugge, dan Deinze. Ja, klopt. En dan naar Zwevenzele. Ja. En eigenlijk zo bij Zwevenzele speler-trainer geworden, als ik het goed klopt, hoor. En zo klopt. Dan nu een mooie carrière. Ja, allee, het is eigenlijk begonnen in Zwevenzele dat ineens de voorzitter mij de vraag stelt van ja, wil je geen trainer worden? Hè? En ik was toen nog volop speler. Ja. Maar het was dan wel met de vereiste spelertrainer te worden. Maar ik had ook al snel beseft van, ene keer als je spelertrainer bent, je was tijdens de wedstrijd ook veel te veel bezig met ja, hoe gaat het en dat werkte niet zo goed. En eigenlijk een geluk bij een ongeluk blesseerde ik mij aan mijn nek, waar dat het niet mogelijk was om nog te voetballen. Dat was eigenlijk denk ik na de tweede of de derde wedstrijd. En eigenlijk, los van de blessure, was het eigenlijk een geluk geweest. Ja, ja. Omdat je dan je volop kan concentreren op het trainerschap. En natuurlijk op voorhand wist ik ook niet hoe had me dat bevallen. Maar dat beviel me eigenlijk vrij snel. Ja. Ik denk dat ik dan 2 jaar, met corona, is dat een beetje anders gelopen. Ja. Maar heeft de microbe mij te pakken gekregen en merk ik wel dat ik daar misschien wel een toekomst in heb. En dat liep vrij goed, het contact met de spelers liep goed, de wedstrijden, ik kon er systeem in krijgen. Ja. Dus daar wil ik wel verder in groeien. Ja. Hoe is jouw overgang naar Sporting Lokeren tot stand gekomen? Eigenlijk vrij kort na het seizoen. Ik denk dat, zoals het gegeven, met Urbijn een beetje een kantelpunt was. Ben ik gecontacteerd geweest door Steven. Ja. En ons eerste gesprek was heel aangenaam. En dan zaten we eigenlijk vrij snel, ik denk 2 weken later, voor ons tweede gesprek, samen met Geert en met de voorzitter. En dan zijn we eigenlijk vrij snel tot een consensus gekomen. En ik had een goed gevoel bij hen en zij waarschijnlijk bij mij. Ik kan enkel van mijn kant spreken. Ja. Loker was voor mij, ik had altijd voorop gezegd van eigenlijk wil ik een stap hogerop. En wel dan zie ik Lokeren, los van Tweede Nationale, zie ik Lokeren als een serieuze stap bovenop. Ja. Omdat ja, de accommodatie, de supporters, de historiek, de ambitie. Omdat ik denk Lokeren moet wel richting bovenop naar omhoog gaan en daar wil ik wel samen aan meewerken. Ik ben iemand die, ik denk dat je mijn carrière gezien hebt, vrij lang bij elke club gezeten heeft. Als trainer is dat natuurlijk een ander gegeven dan als speler, maar ik wil wel werken naar iets moois. Ja. Dus als ik het goed begrijp was het geen echt moeilijke keuze om de stap naar Lokeren te zetten? Nee, eigenlijk niet. Ik had wat aanbiedingen van eerste klasse clubs als hulptrainer en dan moest ik een juist evenwicht vinden. En ik heb deze allemaal afgewogen en dan is mijn keuze eigenlijk op Lokeren gevallen. Oké, goed. Supporters, mensen die dan vorig seizoen de competitie hebben gevolgd en een beetje meegeweest zijn op verplaatsing, die zullen ook wel beseffen dat jouw vorige club Zwevenzele misschien wel de best voetballende ploeg was die dat in de competitie rondliep. Ja, wij hebben
Eerst en vooral heb je de spelers nodig. Allee, laat dat duidelijk zijn. Maar we hebben wel van in de voorbereiding toegewerkt naar een systeem. Ik ben ook een voetballende trainer. Ik zie graag aanvallend voetbal. Ik ben altijd van mening als je één keer meer scoort dan de tegenpartij, dan win je. Ik hou wel rekening met de defensie, wat heel belangrijk is. Maar dan vooral in de omschakeling. Maar het is wel een manier van voetbal. En ik voetbalde zelf ook graag. Ik was niet het principe van we gaan die bal wel naar voren trappen en de spitsen doen er iets mee. Dus ik wil het wel van een voetbalvisie van achteruit. En dat lukte goed vorig jaar bij Zwevenzeelen. En inderdaad, zonder hotijn te zijn, maar ik denk dat Zwevenzeelen inderdaad puur voetballend een van de betere clubs was in Tweede Nationale. Ja, klopt. Dus als ik het goed begrijp, als ik jou hoor zeggen dat je van aanvallend voetbal houdt, ja, dan is dat hier ook iets dat we dit seizoen of komend seizoen hier ook op de grasmat mogen verwachten. Dat zullen we proberen. Daar hebben we de voorbereiding voor. Ik heb al een evaluatie gemaakt van de kern. En ik denk dat we een goed samengesteld geheel hebben. Dus ik denk wel dat het mogelijk is met deze ploeg. Ja. Natuurlijk misschien met bepaalde andere principes, omdat je kan nooit hetzelfde spelersmateriaal hebben en iedereen heeft zijn eigen bewegingen, sterktes, en daar moet ik als trainer daarmee rekening houden. En dat zullen we ten volle proberen benutten. Ja. De fysieke testen van de spelers zijn niet zo lang geleden achter de rug, zijn gepasseerd. Hoe stonden ze conditioneel ervoor? In het algemeen goed. Okay, er zijn jongens die wat mindere testen gedaan hebben dan anderen. Maar ik zei het, die test is ook juist gemaakt vooraleer dat hun programma eigenlijk juist begon. Het was vooral in functie van dat we perfect kunnen opbouwen. We hebben alle hartslagen, dus we kunnen nu alles perfect monitoren. En dat was vooral de insteek van die test. Je kan niet verwachten, ze hebben nog 4 weken vooraleer dat de eerste training begint. Sommigen komen uit een verlof van 3 weken. Dat zal wel top zijn. Nee. Dat kan niet. En dat moet ook niet. Maar er zijn wel jongens die misschien een tandje bij moeten steken naar de eerste voorbereidingstrainingen. Ze hebben allemaal een programma mee gekregen. Ze hebben allemaal een programma mee en ze krijgen dat nu. En dan moeten ze nu afwerken en ze moeten er zorgen dat ze op de eerste training voldoende conditie hebben om te kunnen starten aan de voorbereiding. En dan hebben we nog 6 weken om die jongens klaar te stomen tot de eerste competitiewedstrijd. Dus daar maken we eigenlijk geen zorgen in. Ja. Leg jij in het begin van de competitie of in de voorbereiding echt de nadruk op dat fysieke? Ik herinner mij, zowel Urbain Spanhoven, maar ook spelers zeiden heel dikwijls dat bij Chris Janssens vorig seizoen, de start van het seizoen, echt gigantisch veel nadruk was gelegd op dat fysieke aspect. Ja, ik vind het fysieke een heel belangrijk aspect in bepaalde voetbalstijlen. Maar ik ben wel een trainer die niet houdt van vandaag gaan we lopen gewoon om te lopen. Ja. Het tactische, het fysische, dat moet eigenlijk allemaal vloeiend in elkaar lopen in een training. En ze moeten eigenlijk na een training het gevoel hebben dat het plezant was en niet het gevoel hebben, oh, we zijn gelopen. Ja. Dus het zal zwaar zijn, een voorbereiding moet zwaar zijn, daarvoor dient de voorbereiding. Maar ik probeer altijd het aangename te koppelen met het fysieke. Ja. Het onaangename, sorry. Ja, en het nuttige. Ja, voilà. Dus als ze het horen of zien het interview, dan zijn ze gewaarschuwd. Maar een voorbereiding moet altijd, ik denk dat de speler achteraf altijd tevreden is dat een voorbereiding zwaar geweest is. Omdat je dan gemakkelijker de wedstrijden ingaat. En ik weet het, op het moment zelf kan dat soms onaangenaam aanvoelen. Maar als je dan een competitie start en je gaat de 90ste minuut in en je hebt nog wat over, dan pas is het aangenaam voor de speler. En ik denk dat iedere speler dit moet beseffen. En dit in combinatie met tactiek en plezante oefeningen heb je soms niet het gevoel dat je heel zwaar getraind hebt. Dat klopt. Dus. Ja, dat is juist. Ik heb het er net al gezegd, jij was vorig jaar trainer van Zwevenzeelen. Je hebt dus 2 keer tegen Lokeren Tempse gespeeld. Nou, hier op de wedstrijd thuis had je corona, denk ik. Was je niet echt aanwezig. Maar ik vermoed dat je ook wel de voorbereiding van die wedstrijd hebt gedaan. Ja. Als je nu de kern van vorig seizoen met de kern van de nieuwe kern, jouw kern, vergelijkt, hoe staan we ervoor? Ik vond vooral van vorig jaar dat je iets te veel dezelfde types had. Weinig snelheid. En in deze reeks is het belangrijk dat je ook wel wat snelheid hebt. Zeker als je als ploeg, als Lokeren, toch vrij hoog wil spelen. Je komt hier thuis regelmatig tegen een muur, tegen een heel gedreven ploeg.
Dan weet je dat je op een counter kan lopen en dan heb je ook snelheid achteraan nodig. Daar is er aan gewerkt. En ik hoop dat we dit jaar wel gewapend zijn. Iedereen spreekt over het scorend vermogen van Lokeren. Dat ze bij de top zaten, maar niet qua doelpunten. Ik denk dat we daar ook goed in zitten, denk ik, momenteel. Misschien komt er daar wel nog iets in bij, maar dat zal de voorbereidingen uitwijzen. Maar ik denk dat we genoeg gewapend zijn om een goed seizoen te draaien. Ja. Wat dat wij de laatste weken van het vorige seizoen hebben gemerkt, was dat Gilles Van Moerzeke af en toe de redder van het vaderland / Sporting Lokeren was. In de spits zie jij, het is misschien nog vroeg om dat al nu kenbaar te maken voor de wedstrijd, maar zie jij ook Gilles echt naar voren geschoven worden als onze aanvalsleider? Dat kan ik echt moeilijk zijn. Ik kreeg een kern waar ik vele jongens eigenlijk niet echt ken. Dat ik hun gedragingen op training niet zie, dat ik geen voorbereidingswedstrijden. Ik heb enkel de wedstrijden gezien waar ik Lokeren gescout heb. Ja. Dus voor mij is dat veel te vroeg om te oordelen. Ik heb het ook gezegd tegen mijn staf, de eerste twee weken zijn vooral voor mij voor te observeren. Om iedereen te leren kennen. Om hem dan later uit te spelen op hun beste positie. Dat is misschien hun favoriete positie niet. Ja. Maar als ik zie dat voor hen, dat aan mij de beste positie is, maar het is heel moeilijk om Gilles daarin nu naar voren te schuiven als aanvalsleider of als rechtsachter of als flankspeler. Dat is veel te kort door de bocht. Ja, ik denk dat hij multi-inzetbaar is ook het einde. Ik denk het ook en ik denk dat een heel belangrijke speler is voor Lokeren, maar op welke positie, dat zal moeten uitwijzen in de toekomst. Ja. Een vraag dat de fans zich toch regelmatig stellen de laatste weken is van, ja, heeft Hans Cornelis wel een stuk zeggenschap gehad in de nieuwe spelers? Ik denk dat duidelijk. Wij hebben pas contact gehad na het seizoen met Lokeren, dus ik denk dat het duidelijk is dat er wel een paar spelers aangesteld zijn ervoor. Ja. Maar ik heb wel een evaluatie gemaakt van die kern. Dat was voor mij belangrijk om te weten van stap ik in het verhaal. En ik moet eerlijk zijn, stuk voor stuk is het spelersmateriaal waar ik wel raad mee weet of weg mee kan. En dan hebben we nog de laatste transfers waar ik wel samen met Steven wel iets in te zeggen had. Dus ik denk dat wel juist zit. Ja, ik denk als je de profielen bekijkt met jouw ervaring van de spelers. Ja, klopt. Dan ga je wel snel weten welk vlees dat in de kuip hebt. Ja, ik zei het eigenlijk, je kan spelers aanhalen die een goed seizoen draaiden, maar eigenlijk alles begint met een nieuw seizoen. Dat is ook voor de spelers die vorig jaar hier al speelden. Iedereen begint met een propere lei. Ja. En dat kan zijn dat andere jongens zich profileren. Daarvoor is een voorbereiding, daarvoor is een nieuwe coach. En dat kan helemaal verschillend zijn naar vorig jaar toe. En dat vind ik altijd positief als nieuwe trainer bij een club komen. Iedereen begint op nul. Ja, ook het begin van het seizoen starten als nieuwe trainer in plaats van in januari moeten binnenkomen. Voilà, want dat wordt onderschat. Een trainer die binnenkomt in januari moet toch een beetje bouwen op hetgeen wat zijn trainer en de trainer ervoor al neergezet heeft. Nu beginnen we met een propere lei. Iedereen begint vanaf nul. En het is aan hen om zich te tonen aan mij. En ik heb natuurlijk bij vele spelers al een aantal kwaliteiten, maar het is vanaf nul beginnen. Ja. Heb jij zicht op de jeugd bij Sporting Lokeren Temse? Mogen wij, of is dat te vroeg ook voor jou? Dat is veel te vroeg. Ja, dat is veel te vroeg. Ik ben vooral bezig nu met alles in kaart te zetten van het A-elftal. Alles te organiseren van het A-elftal. En ik denk dat ik daar in de komende maanden wel zal iets meer zicht op krijgen wat er bij de jeugd rondloopt. Ja. Maar dat is voor mij nu vooral gissen en rondvragen, maar zonder een echt oordeel te kunnen vellen. Ja. Maar ben je ook een trainer als er een jonge gast rondloopt waarvan je zegt van ja, ik hou van jeugd. Ja. Als ze de kwaliteit hebben. Ja, natuurlijk, absoluut. Allee, ik denk dat het duidelijk is bij mij vorig seizoen, als ik naar de Zwevenzeel nog één keer mag, daar had je met Mauro de Vos, Thomas Timmerman, die eigenlijk nog niks bewezen hebben. Thomas Timmerman heeft hier nog twee keer gescoord. Ik hou, als ze het niveau oppikken, en ze hebben de kwaliteiten, dan krijgen ze van mij kansen. Ja, super. We hebben het daarnet al gezegd, de ambitie is hier duidelijk aanwezig. Wat dat ook voor extra druk bij de spelers zorgt. Wij denken nog altijd als vele supporters dat die druk ons misschien wel de promotie naar eerste amateur heeft gekost. Daar blijven de meningen toch altijd een beetje verdeeld.
ja, je weet met jouw eerste klasse ervaring wat dat onder druk presteren, je weet wat dat inhoudt. Kan je onze spelers daar in begeleiden van vrijwaren is waarschijnlijk... Van vrijwaren niet, omdat ieder persoon heeft zijn eigenschappen en karakteristieken. Ja. En de ene is wat zenuwachtiger en sneller onder de indruk. Maar je kan wel als coach een klein beetje de rust bewaren in het team. En het is vooral aan ons als trainers, vind ik, dat wij vertrouwen moeten uitstralen naar de groep. En dat... Geeft meer mee op het veld. Allee, geeft hen de rust voor. Ja, ik denk als je als trainer daar zenuwachtig aan de kant staat, de roep met het springen. Ik denk dat je dan onrust creëert in je groep. En oké, de supporters hebben soms recht daarop om hun onvrede te uiten. Maar daar moeten ze op een bepaald niveau, want iedereen vindt zichzelf altijd wel... Ik moet hier spelen, maar daar moet je kunnen mee omgaan op een bepaald niveau. En dat begint van tweede nationale, maar dat gaat zelfs naar provinciale. Staan er soms ook supporters langs de kant te roepen. Dus ik vind als sporter, op een bepaald niveau moet je daar kunnen leren mee omgaan. En wij gaan er zoveel mogelijk in helpen als staf, ja. Om daar de juiste lijn in te vinden. En de rust te bewaren. Ja. Nieuw dit seizoen. Dat zijn die belofte teams die dan in onze reeks zullen instappen. Specifiek wat dat over Cercle Brugge B en Zulte Waregem B. Klinkt heel raar uiteindelijk. Hoe sta je er tegenover? Ja, je moet het van twee kanten bekijken. Je hebt eerst en vooral die jeugd die de kans krijgt om op volwassen niveau te spelen. Ja. Zij gaan daar heel veel uit leren. Ja. Als je het vanuit de Pro League, van helemaal van bovenuit bekijkt, is dat heel goed gegeven. Ja. Want anders hebben ze enkel beloftevoetbal en dat is eigenlijk nog jeugdvoetbal en leren ze niet. Dan is de stap eigenlijk veel groter naar hun A-elftal. Ja. Dus voor hen is dat een heel goed gegeven. Hè. Ze gaan mannenvoetbal leren kennen. Ja. Hè, en, ze gaan, ja, en zeker een amateur is pootig, levig. Ja, voilà. En daar gaan ze heel veel uit leren en ze gaan het misschien wel moeilijk hebben in het begin. Maar ik denk dat je dat gezien hebt met Club Next. En ze gaandeweg in het seizoen daar wel stappen in maakte. En dat is belangrijk voor die jongens. Ik kan wel begrijpen sommige reacties van clubs uit onze reeks en dat niet ideaal is. Hè. Naar supportersaantallen, naar verplaatsingen toe. Kan ik dat begrijpen, maar dan kijk ik meer naar doorgroeiing van de jeugd. Ja. En is het misschien wel interessant voor die jongens om die stap te zetten. Ja, want uiteindelijk kwam er vanuit, die zullen ook niet promoveren als ze kampioen spelen. Nee, ik denk het. En ik hou... Ik kijk meestal naar de sportieve, de andere zaken, dat is voor de beleidsmensen, zij moeten daar een mening over vellen. Ik kijk naar formatie van jeugd, wat dat heel belangrijk is en ik denk dat al enkel te goede komt van die spelers. Ja. Ja, afhankelijk van zijn voorbereiding bij Zulte Waregem, kan je misschien nog een oud bekende tegenkomen. Hè? Ja, maar ik denk dat hij een voldoende, als je ziet nu de voorbereidingswedstrijden al, en wat ik hoor, dat hij dan wel in die eerste ploeg zal blijven. Ja. Ik denk ook dat hij de kwaliteiten heeft om dat te maken. Hij is nog jong, je kan nog progressie maken, dus ik denk echt wel dat hij een specifieke kwaliteit heeft om toch, ik zeg niet als hoofd in de spits, als formatieleider, maar je kan zeker een bepaald gegeven zijn in eerste klasse. Oké, dus daar gaan we niet vanuit. Ik niet. En ik wens het hem zeker niet toe. Absoluut. We spraken al over jouw carrière. Je hebt hier waarschijnlijk ook verschillende wedstrijden gespeeld met mes tussen de tanden. Heb je daar nog herinneringen van? Ik heb hier nog rood gepakt op dat veld. Dus ik heb er nog een litteken aan overgehouden ook. En met wie? Ik weet het niet. Het was aanzien als natrap. Okay. Maar uit de beelden hebben we het al wel kunnen bewijzen dat het niet echt zo was. En daar heb ik nog een heel litteken. Dus ik heb hier vrij veel wedstrijden gespeeld. Het was altijd leuk. En ik was een speler die altijd met mes tussen de tanden speelde. Ik denk dat vele mensen herinneren zich mij zo. Niet dat ik altijd goede wedstrijden speelde, maar ze konden wel altijd op mij rekenen. Nee. En dat was een karakteristieke eigenschap van mij. En het is gelijk voor welke ploeg ik speel of voor welke ploeg ik trainer ben. Als ik op dat moment aangesloten ben bij die ploeg, geef ik alles. Ja. En dat is een eigenschap van mij. Ja, voilà. Dan staan we er goed voor, denk ik. Oké. We moeten het toch ook nog een keer over onze grote supportersaanhang hebben uiteindelijk. Hè. De Lokeraar is streng maar rechtvaardig meestal. Kritisch bij nederlaag, maar als één blok achter de ploeg bij nood, als het nodig is, of om ze naar de overwinning te roepen,
of na een overwinning. Is er nog een boodschap dat je naar de supporters wil brengen, Hans? Eerst en vooral wil ik zeggen, kritisch, hou je ook scherp. Dus ik vind wel dat je als supporter zoveel mogelijk en zo lang mogelijk achter je team moet staan. Het enige wat ik kan meegeven aan de supporters is dat wij als staf en als spelersgroep er alles aan gaan doen en om een mooi verhaal te schrijven van Lokeren. En we zullen ons elke dag inzetten voor deze club. En je weet, in het seizoen heb je goede en slechte tijden. En soms heb je de supporters het meest nodig in slechte tijden. En hopelijk hebben die zo weinig mogelijk dit jaar. Maar het seizoen is lang en iedere ploeg heeft wel eens een zwak moment in het seizoen. En dan zullen we ze hard nodig hebben. En ik ben ervan overtuigd dat ze ons gaan steunen dit jaar. En dat wij alles gaan geven om hen een mooi seizoen te geven. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is voor onze supporters. Voilà, bij deze bedankt. Graag gedaan.